slaat een kruis. Er handelt enkel op bevel. Gedenkt er. Meneer Jambers, wat vond u van deze musical? Wel, ik vond het in zijn totaliteit een schitterend spektakel. Vooral omdat 100 jaar na de Eerste Wereldoorlog de geschiedenis op een heel aanschouwelijke en heel mooie, spannende, ontroerende manier wordt voorgesteld. Ook technisch heel goed. Alles wat er op scène kan gebeuren heeft men uit de kast gehaald. Dus gefeliciteerd voor de makers van dit spektakel. Waar let u eigenlijk zelf op als toeschouwer? Maar ik let natuurlijk in eerste instantie op de totale ervaring. Ik let ook op de, in mijn geval omdat het mij interesseert, de historische kant van het verhaal. Natuurlijk kun je niet een oorlog waar duizenden en duizenden slachtoffers gevallen zijn zomaar op de scène weergeven. Dus die heeft men gekozen voor een particulier verhaal, een soort close-up in de apocalypse die het was. Dus dat is heel mooi gedaan. En natuurlijk de hele techniek, de regie, het spectaculaire, het bewegende podium. Al wat men ook maar uit de kast zou kunnen halen, heeft men erbij gehaald. Op een, denk ik, heel efficiënte manier, op een mooie manier, een geïntegreerde manier. Het is geen kitscherig spektakel geworden. Godverdomme! Direct schieten ze in uw kop! Waarom vindt u dat mensen die zeker toch moeten gezien hebben? Ja, ik vind het ten eerste voor de totaal ervaring, het spektakel zelf. Los van de historische betekenis kun je van die spektakel genieten. Kun je opgaan in de romantiek. In soms ook natuurlijk het beetje zeemzoeterige, wat het clichématige. Maar goed, dat heeft me niet geschuwd. Dat hoort er ook bij. En natuurlijk, het is, laten we zeggen, met een zekere terughoudendheid gebracht. Het is de ontroering is aanwezig, het cliché is niet geschuwd, maar is op een heel doordachte en mooi gestileerde manier gebracht. Maar het totaalspektakel, de decors, de prestatie van de acteurs, van de zangers, de choreografie, de techniek niet te vergeten. Ja, goed, een unieke ervaring, zeker dat dat hier in Vlaanderen kan gerealiseerd worden.